Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we met deze kast aan de slag. Het kastje. Dit is mijn kar vol met ongelezen boeken. Ik wil ze vandaag gaan uitzoeken. Ik wil ze allemaal aan je laten zien. We gaan ze tellen. Het zijn er heel veel. Het is zelfs zo erg dat er boven een stapeltje boeken staat. Dat past er niet meer in. En eigenlijk is bij mij de regel vol is vol met dit karretje. Maar toch is het uit de hand gelopen. En hier zijn we dan. Voordat we aan de video beginnen, wil ik eerst even een boek samen uitpakken met je. Dit verhaal dus. Ik heb dit boek een tijdje geleden in mijn winkelwagentje gegooid op bol.com, besteld. En vervolgens was ik het helemaal vergeten. Maar het is toch binnengekomen. Dit is deel anderhalf in de Powerless serie van Lauren Roberts. En ik was heel benieuwd naar dit boek. Ik ben heel blij ermee. Ik heb hem gekocht voor echt heel weinig geld. En dat mag zeg maar niet de boel nu goed praten, maar goed, het is wel wat het is. Ik heb eigenlijk een boekbuying ban. Het gaat niet zo goed en dat is ook de reden dat we dit nu gaan uitzoeken. Want ik moet gewoon nu even op de rem gaan trappen, want dit kan echt niet meer. Ik schaam me er een beetje voor. En we gaan het vanaf nu gewoon anders doen. Inmiddels is het eerste kwartaal van 2024 voorbij en dit was ook het eerste kwartaal waarin ik in mijn boekbuying ban zat. En ik heb toch nog steeds heel veel boeken gekocht. Daarom wil ik deze kar nu helemaal gaan uitzoeken. De komende maanden ga ik echt geen boeken meer kopen. Ik ga even niet naar boekhandels. Ik ga geen boeken kopen. We gaan gewoon deze kar wegwerken. En ik heb al heel veel boeken erin gezien. Ik heb er heel veel zin in om ze te gaan lezen. Dus laten we lekker beginnen. Ik heb hier zo dus mijn boeken klaarstaan. Ik zal ook het verhaal vertellen hoe ik aan het boek ben gekomen. We gaan niet de boeken uitzoeken of wegdoen. We gaan gewoon puur alle boeken doornemen. En we gaan even een telopdracht doen. Want dit is niet normaal. We beginnen eerst met de stapel die hierboven staat. Ik ga me hier een beetje voor. Het is zo erg dat ik de boeken hier dus bovenop moet plaatsen. Omdat ik gewoon zo weinig ruimte heb. En dan hebben we nog deze die erbij komt. Oké, ik heb de stapel hier liggen. En hoe we het gaan doen is als volgt. Ik ga stapels maken van 10. En we gaan ze neerleggen. En ik ga ze ook op prioriteit neerleggen. Dus welke boek ik als eerste wil lezen. Ik heb hier zo Powerful. Die heb je net gezien. Dit is deel anderhalf in de Powerless serie. Wil ik heel snel gaan lezen. Is ook niet zo heel erg dik. Ik heb hier zo Mary van Anne Eekhout. Die is redelijk nieuw in mijn boekenkast. Die heb ik gekregen van een uitgeverij. En die wil ik heel graag snel uit gaan lezen. Ik heb hem ook al bijna uit. Dus die leg ik ook op diezelfde stapel neer. Dan heb ik hier zo Tomorrow, Tomorrow en Tomorrow. En deze heb ik van een collega geleend. Dus dat is mooi. Het is niet een boek van mijzelf. Maar ik heb hem geleend van een collega. Deze is van Gabrielle Zevin. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En deze wil ik heel snel gaan lezen. Want ik wil hem terug gaan geven aan mijn collega. Dan heb ik hier zo Iron Flame van Rebecca Jarros. Dit is deel 2 in de Ford Wing serie. En die wil ik echt heel snel gaan lezen. Ik heb hier zo deze te Morisaki Bookshop. En deze wil ik heel graag in april gaan lezen. Dus die ligt ook bovenop de stapel. Dat heb ik zelf gekocht. Hij is niet zo heel erg dik, zie ik. Hij is zo rond de 150 pagina's. Ik heb hier zo Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Dat heb ik ook zelf gekocht. In een opwelling had ik beter niet kunnen doen. Dat wil ik snel gaan uitlezen. Ik heb hier zo The Road Trip van Beth O'Leary. Die heb ik gekregen van een vriendin. Die hem ook weer heeft gekregen van de uitgever. Ik heb hier zo het boek Een Schot in de Roos, geschreven door Iris Visser, gekregen van de uitgever. Moet ik nog gaan lezen, heb ik nog niet heel veel zin in gehad om hem op te pakken. Maar ik leg hem klaar op mijn lijstje van boeken die ik nog wil gaan lezen. Ik heb hier zo De Bijzondere Kinderen van Mevrouw Peregrine. Deze is geschreven door Ransom Riggs, staat al heel lang op mijn leeslijst. Samen met het tweede boek en dat is De Omhulde Stad. En ik heb ook nog deel 3 in de kast staan. En dat is Bibliotheek der Zielen. Die zal ik zo ook even erbij pakken. Deze heb ik al heel lang op mijn leeslijst. My True Love Gave to Me. En het zijn allemaal korte verhalen die vooral gerelateerd zijn aan de kerstperiode. Dus die zal ik voorlopig niet gaan oppakken. Ik heb hier zo het boek 9 Volmaakte Vreemden van Leanne Moriarty. Heb ik een tijd geleden gekocht. Voor echt een prikkie. Staat al heel lang op mijn leeslijst. Dat was de eerste stapel. We gaan nu naar de volgende boek. Ik heb hier zo het boek Troostkind van Loes den Hollander. Heb ik voor heel weinig geld recentelijk gekocht. Ik verwacht niet dat ik deze op korte termijn ga lezen. Maar goed. Hier zo heb ik Sonny Boy van Annette van der Zijl. En deze heb ik gekregen van Tetje. Hadden we gekregen voor de campagne van Nederland Leest. Ik heb hier zo een boek dat ik had gekocht. Waar ik ook al in ben begonnen. Maar ik weet niet zo goed waar ik ben gebleven. Dus we beginnen alweer opnieuw. Howl's Moving Castle, geschreven door Diana Wynne Jones. Had ik gekocht naar aanleiding van een boekenclub waar ik lid van ben. Maar uiteindelijk heb ik hem dus nooit opgepakt. Of althans, ik was begonnen, maar ik snapte niet zo goed waar het over ging. Dus ik moet weer opnieuw beginnen. Ik heb hier zo het boek These Hollow Vows van Lexi Ryan ook gekocht. Nog niet aan begonnen, wel heel benieuwd naar. Ik heb hier het boek Het Geheime Leven van Schrijvers van Julianne Musso, als ik het goed uitspreek. En deze heb ik zelf gekocht, echt voor een prikkie bij de supermarkt.
nog niet aan begonnen. Nog een boek dat ik heb gekocht is Sweet Bean Paste. En deze is geschreven door Durian Sukegawa. Deze heb ik een tijdje geleden gekocht. En niks mee gedaan. Een Kamer aan Zee van Corina Bowman. Die heb ik gekregen van de Vriendenloterij een tijdje geleden. En nog niet gelezen. Mijn schoonmoeder had hem wel gelezen, maar hij staat ongelezen in mijn boekenkast. Ik vind dat dit soort boeken ook een beetje zijn voor de zomerperiode. Dus hopelijk binnenkort. De Gast van Emma Klein staat ook al een tijdje in mijn boekenkast. Deze heb ik gekregen van CPNB. En ik heb hem nog steeds niet gelezen. Dus ik hoop dat ik daar binnenkort weer mee verder ga. Ik was begonnen erin. Ik was op pagina 70. Leg ik dus ook meteen op mijn lijstje van boeken die ik de komende tijd wil uitlezen. Want anders weet ik echt niet meer waar het over gaat. Ik heb het 1001 keer gehad over Mittens van Stephen Fry. Die ligt ook al een hele lange tijd in mijn boekenkast. Ik ben er nog niet aan begonnen, maar ik denk dat ik hem dit jaar vast wel ergens ga uitlezen. Laatst had ik een boek gekocht op Vinted. 2 boeken zelfs. En dit is er één van. Dit is Aurora Rising van Amy Kaufman en Jay Kristoff. En ik had geen idee waar dit boek over ging, maar volgens mij is het een sci-fi boek. En daarom dacht ik, oké, hij kost maar een paar euro. Ik koop hem gewoon op Vinted en ik kijk wel wat ik ervan vind. Maar goed, ik had hem helemaal niet nodig en ik ben nog steeds niet begonnen. Oh ja, hier heb ik het net al over gehad. Dit is Bibliotheek der Zielen, deel 3 van de bijzondere kinderenserie van Ransom Riggs. Die leg ik dus op de stapel. Nou, dat was weer een volgend rijtje. We gaan nu door met deze andere boeken die hier te vinden zijn. Ik vind het altijd echt wel shocking als ik dit weer even zo erbij pak en zie hoeveel ik de afgelopen tijd heb gekocht. En ik koop heel vaak boeken. Ik koop boeken om als een soort copingmechanisme of zo. Ik vind dat boeken kopen en boeken lezen ook 2 verschillende hobby's zijn. Maar goed, het mag de boel niet recht praten. Ik heb net ook zitten uitrekenen hoeveel boeken ik de afgelopen tijd heb gekocht. En toen dacht ik wel, dat geld had ik echt veel beter aan andere dingen kunnen uitgeven. Maar goed, het is wat het is. En ik moet het ook maar niet zien als iets dat echt een probleem is. Want ik kwam laatst een quote tegen op Instagram van iemand die zei, zie het vullen van je leesplankje of je leescar of gewoon je stapel boeken net zoiets als het kopen van wijn die je niet in 1 keer zal opdrinken. Het zijn boeken die wachten op het juiste moment waarop je ze gaat lezen. En toen ik er zo ook naar ging kijken, dacht ik wel, oké, weet je, je kan nu wel een beetje geïrriteerd zijn op het feit dat je heel veel geld hebt uitgegeven aan boeken waar je de komende tijd helemaal geen tijd voor hebt. Maar aan de andere kant, je gaat hoe dan ook ooit deze boeken echt wel oppakken. Dus zo probeer ik er maar naar te kijken. En even nu hand op de knip. Ik kocht laatst het boek 6 Crimson Cranes van Elizabeth Lim. Al een lange tijd stond deze op mijn leeslijst. Ik had hem gekocht en ik heb er vervolgens niks mee gedaan. Ik had hem gekocht omdat ik er heel vaak naar had gekeken. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon een keer kopen en dan echt lezen. Nog niet aan begonnen. Ik heb hier zo The Night Circus. En deze is geschreven door Aaron Morgenstern. Heel veel positieve dingen over dit boek gehoord en om die reden dus ook gekocht en nog niet in begonnen. Ik heb hier zo het boek Babel en dat zou ik met een vriendin samen gaan lezen. Deze is geschreven door R.F. Kuang, maar ik was eraan begonnen en ik kon niet echt goed in de mood komen van dit boek. Dus toen ben ik eigenlijk ook weer meteen gestopt. En die vriendin van me heeft hem in 1 keer uitgelezen, dus had ik kunnen zijn, maar goed. Ik heb hier zo Better Than The Movies van Lynn Painter. Die had ik gekocht in de boekhandel, want het leek me een heel leuk boek voor tussendoor. Volgens mij is het ook een heel leuk boek voor tussendoor, maar ik ben er nog steeds niet aan begonnen. Ik heb het al heel vaak over dit boek gehad. Dit is 1984 van George Orwell. En die heb ik heel vaak al benoemd, omdat ik hem echt al een lange tijd wil lezen. Maar ja, het komt er maar niet van. We hebben hier zo 5 levens geschreven door Jenny Tingui Zhang. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat heb ik van de uitgeverij gekregen. Nog steeds niet gelezen. Maar ik denk ook dat het echt een geweldig boek gaat zijn. Dus dat is ook alweer zonde dat ik hem niet heb opgepakt. Maar goed. Ik heb hier zo het boek Huis van Vuur en Schaduw deel 3. In de Crescent City serie van Sarah J. Maas. Nou, deze ga ik echt wel binnenkort oppakken. Maar kijk, hij is gewoon heel erg dik. Hij is zo rond de 1000 pagina's. En ik vind dat best wel vaak indrukwekkend. Waardoor ik dan denk, ik wacht even. Oké, dit was weer een nieuwe stapel. We gaan nu de kast of het karretje even draaien. En naar de andere kant toe. We zitten nu op 30 boeken. 30 ongelezen boeken. Nou, ik heb hier zo alle boeken uit het karretje gehaald. Sommige boeken ga ik de komende tijd ook lezen, omdat het bijna 4, 5 mei is. En dat zijn deze 2. Ik heb het Achterhuis van Anne Frank heb ik uit de kast gehaald. Die heb ik gekocht toen met de Geef een Boekado actie. Die wil ik heel graag voor 4, 5 mei gaan lezen. Dus ik heb niet zo lang meer de tijd om dat te doen. Dus die moet ik echt wel hoog op mijn lijstje zetten. Ik heb hier zo de Bibliotheek van Verboden Boeken van Brianna Labusques. En ook dit is een oorlogsboek waardoor ik dacht, die wil ik heel graag in de periode rond 4, 5 mei lezen. Ik heb de laatste tijd wat meer ook de historische fictie ontdekt.
En ik heb een tijdje geleden ook voor het eerst een boek gelezen over de Tweede Wereldoorlog. Dat was de eerste keer dat ik dat heb gedaan. En dat heeft echt wel diepe indruk op me gemaakt. Dus daardoor dacht ik, ik ga het nu weer doen. Deze ook van de uitgeverij gekregen. Ik heb hier zo het boek The Secret History van Donna Tartt. Die heb ik een tijdje geleden gekocht omdat ik die heel graag wilde lezen. En ik heb hem eigenlijk nooit opgepakt sinds ik hem heb gekocht. Dat gaat ook voor deze. A Touch of Ruin van Scarlett St. Clair heb ik ook gekocht. Dit is deel 2 in de Hades en Persephone serie. En deel 1 vond ik echt fantastisch. Toen dacht ik, ga meteen deel 2 kopen. Heb ik dus ook gedaan. Vervolgens heb ik nooit meer dit boek opgepakt. Dus dat is natuurlijk echt top. Ik vertelde net al even over het boek dat ik op Vinted had gekocht. Ik had die samen met deze gekocht. Winter's Promise van Christelle Dabos. Dit is deel 1 in de Mirror Visitor serie. Deze wilde ik heel graag gaan lezen. Dus ik was hier heel benieuwd naar. Ik zag hem staan op Vinted. En toen dacht ik, ik neem hem gewoon mee. Ik kijk wel wat ik ervan vind. Ik ben heel benieuwd nog steeds naar dit boek. Ik ben benieuwd ook wanneer ik hem ga oppakken. Ik heb hier zo De Kleine Bij in Kroatië van Julie Kaplan. Deze ben ik ook al in begonnen, maar ik ben hem weer vergeten. Ik moet deze meteen op de stapel leggen van boeken die ik niet mag vergeten. Julie Kaplan is een fantastische schrijver. Ook echt een auteur van boeken die perfect zijn voor het mooie weer. En dat begint nu weer aan te komen. Dus misschien moet ik het gewoon gaan oppakken weer. Ik was op pagina 60, zie ik. Deze moet ik wel gaan lezen, want anders vergeet ik gewoon waar die over gaat. En door Willemijn van het kanaal Juf Willemijn op Allstars had ik dit boek niet weggegooid. Ik wilde deze namelijk wegdoen. Dit is De Veger van Jonathan Aksher of Aksher, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En deze wilde ik wegdoen, omdat hij al heel lang op mijn lijstje stond en ik heb hem nooit opgepakt. Maar Willemijn zei, je moet hem echt lezen. Toen dacht ik, oké, ik hou hem wel op mijn lijstje. Dus ik heb hem al die tijd ongelezen weer in mijn kast staan. We hebben hier zo Mexican Gothic geschreven door Silvia Moreno Garcia. Deze had ik gekocht door een booktuber die ik volg. Niks mee gedaan. Ik heb hier 2 boeken waar ik ook al in was begonnen. Ook die moet ik op mijn lijstje leggen weer van doorpakken. Ik heb hier Welcome to the Yunnan Dong Bookshop. En ik heb hier zo The Diary of a Bookseller van Sean Whittle. Deze is geschreven door Yuang Bo Reum. Deze heb ik alle 2 gekregen van een vriendin. En ik was ook aan alle 2 begonnen. Deze pak ik er af en toe eventjes bij. Lees ik een paar hoofdstukken als ik hem aan het lezen ben. Deze ben ik gewoon weer straal vergeten. Dus die gaat hoog weer op mijn lijstje. Zeker omdat ik het echt een heel vermakelijk verhaal vond. Speelt zich af in Zuid-Korea. In een boekenwinkel. Heel leuk verhaal. Maar omdat ik dus heel wat verplichtingen had met Adorable Books. Dus bijvoorbeeld recensie-exemplaren. Dan vergeet ik dit soort boeken heel snel, omdat ik die andere boeken gewoon moet lezen voor Adorable Books. Over Adorable Books gesproken, ik heb deze 2 boeken binnengekregen van een uitgeverij. Ik heb hier zo Als ik je weer zie van Gillian King. Dit is haar nieuwste feelgood. Nog niet aan begonnen. Normaal start ik heel snel in haar boeken, maar ik ben deze keer nog niet begonnen aan het boek. Gillian King schrijft echt geweldige feelgood verhalen, maar ja, ik had er even nog geen zin in om een feelgood te lezen. Maar als ik hem oppak, weet ik zeker dat hij goed gaat zijn. En van dezelfde uitgeverij heb ik dit boek gekregen. En dit is Schrikkeldag van Inge Spaan. Die kreeg ik ook op de Schrikkeldag binnen, wat ik heel leuk vond. En het gaat over een moord die wordt gepleegd op Schrikkeldag in 2012, 2016 en 2020. En nu is de vraag, hoe gaat het in 2024 zijn? En daar gaat het dus over. We hebben hier Bloed en Beenderen van Tommy Adjemi, ook al vaker benoemd, van de uitgever gekregen. Ik heb hier nog een boek van een uitgever, Mary John van Anna Pessoa. Daar heb ik het ook al vaker over gehad. En dat geldt ook voor deze Trots en Vooroordeel van Jane Austen, vertaald door Lisette Jonkman. Ik heb hier nog een paar boeken die ik heb gekocht zelf. De Brief voor de Koning is ook geen onbekende als je wat langer kijkt. Tonkendracht. We hebben hier zo Thea Beckman met Kruistocht in Spijkerbroek. Ook die heb ik zelf gekocht. En dit is een van de eerste Engelse boeken die ik kocht voor een prikkie. Dit is The Priory of the Orange Tree, geschreven door Samantha Shannon. En deze had ik gekocht als geloof ik echt het eerste boek in het Engels. Maar ik heb hem nooit opgepakt, wat natuurlijk heel jammer is. En nadat ik net Forward Wing heb uitgelezen, denk ik dat ik wel klaar ben voor weer een nieuw fantasy drakenboek. Ik heb hier zo Grip van Rick Pastoor en het productiviteitsboek Elke dag om 3 uur klaar van Björn Deusings. Grip heb ik zelf gekocht en deze had ik van de uitgever gekregen. Nog steeds niet aan begonnen, maar ik wil er wel tijd voor maken. Zijn we aangekomen bij de laatste paar boeken. Ik heb hier die Book of Beginnings van Sally Page. Deze heb ik gekregen van een collega. Heel benieuwd naar dit verhaal. Lijkt me echt een fantastisch boek. Ik heb hier Grote Kleine Leugens van Leanne Moriarty. Die heb ik zelf gekocht. En dan heb ik hier tenslotte Christina Olsen's boek genaamd Stormwacht, een thriller. En aangezien het bijna zomer is, zal ik waarschijnlijk wel weer snel een thriller gaan oppakken. Ik heb hier zo nog wat dunnere boeken die ik even aan je wil laten zien. Ik heb hier Find Her van Tessa Bailey. Ik heb De Eerlijke Vinder van Lise Spit. Ik heb Ooievaars Blues van Bart Chabot. Ik heb De Chabotten met Gezinsverpakking. En we zijn uitgeweken van Anne van den Doel. Nou, die eerste 4 boeken die ik je liet zien, dat zijn allemaal boeken die onderdeel zijn geweest van een boekencampagne.
Dus dit zijn hele korte verhalen en ik denk dat ik deze binnenkort ga oppakken omdat ze ook lekker dun zijn. Dus die komen vast aan bod. Ik heb net even zitten tellen. Dit waren 57 boeken. Ik ben een beetje geschrokken. Ik dacht dat het er iets minder waren. Ik dacht dat ik ze gisteren al had geteld en dat ik toen op 50 kwam. Maar kennelijk kan ik niet zo goed rekenen. Ik ga mijn stapel even opnieuw even inrichten en boeken verzamelen die ik de komende tijd ga lezen. Dan ben ik zo weer bij je terug. Nou, ik heb even een lijstje gemaakt van de boeken die ik de komende tijd als eerste ga oppakken. En ik ga ook even vertellen hoe ik dat ga doen. Ik heb hier zo 1984 van George Orwell. Die heb ik al heel lang op mijn leeslijst staan. Die wil ik binnenkort als luisterboek gaan afluisteren. Want ik word er nu een beetje gek van hoe lang die al op mijn leeslijst staat. En ik was er dus al aan begonnen. Dus als ik hem als luisterboek oppak, dan gaat het waarschijnlijk een stuk makkelijker zijn. Ik heb heel veel zin om deze twee te gaan lezen. De boeken over de boeken. Dus die zal ik komende tijd op gaan pakken. Deze ga ik gewoon af en toe oppakken en pak ik gewoon tussendoor erbij. Die ligt naast mijn bed altijd. Ik pak even de boeken erbij waar ik in bezig ben op dit moment. Ik heb hier zo deze, De Gast van Emma Klein. Was ik al aan begonnen. Ook die leg ik even naast mijn bed neer om de komende tijd af te gaan lezen. Tomorrow, Tomorrow en Tomorrow wil ik de komende tijd gaan lezen. Dus die gaat ook naast mijn bed. Ik heb hier zo Mary van Anne Eekhout. Die is bijna uit. Ik ben echt bijna klaar. Dus die zal ik de komende tijd ook gaan aflezen. Dan heb ik deze The Morisaki Bookshop en Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Daar heb ik heel veel zin in om ze op te pakken. Ze zijn ook niet zo heel erg dik. Dus dit zijn ook boeken die ik meteen op een prioriteitenlijst leg. Net zoals Powerful van Lauren Roberts. Ik ben nu in boek 1 bezig van deze serie. Die heb ik bijna uit. Dus als ik die uit heb, ga ik meteen in deze beginnen. Hij is echt heel erg dun. Niet zo dun is het boek Iron Flame van Rebecca Jarris. Maar ik ben de vorige keer echt gevlogen door deel 1. Dus ik dacht, ik ga deze gewoon meteen hoog op mijn lijstje zetten. Dan hebben we hier Six Crimson Cranes van Elizabeth Lim. Samen met Aurora Rising van Amy Kaufman en Jay Kristoff. En Better Than the Movies van Lynn Painter. Ja, ik heb die dus allemaal recentelijk gekocht. En het idee is dat ik deze zo snel mogelijk moet gaan wegwerken. Want ja, waarom heb ik ze anders gekocht? Ik heb ze gekocht met een reden. Tuurlijk blijf ik denken aan wat ik zeg, dat het ook niet uitmaakt dat je boeken op je leeslijst hebt staan. Maar aangezien ik dit jaar zo graag die no-buy wil hebben en die car zoveel mogelijk wil weglezen, is het wel belangrijk dat ik even de prioriteit geef aan boeken wegwerken uit mijn kast. En niet per se nieuwe boeken opstarten of digitale boeken lezen. Ik ga in ieder geval heel snel aan de slag met deze boeken. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het eerste boek is waar ik in verder ga, deze gaat zijn. Welcome to the Yunnan-dong Bookshop. Heb ik heel veel zin in om verder mee te gaan. Ik was op pagina 56. En het boek is zo'n 250 pagina's dik. Dus als ik wil, kan ik die heel snel uit hebben. En Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow was ik dus ook alvast stiekem aan begonnen. Omdat ik hem binnenkort wil teruggeven aan mijn collega. Dus ook daar heb ik echt heel veel zin in om op te gaan pakken. Dit was hem dus. Dit waren de boeken die ongelezen in mijn boekkast staan. Er zijn er 57. Ik schrok er nogal van. Maar misschien valt het wel mee. Laat dus vooral even een reactie achter. En vertel me hoeveel ongelezen boeken jij in je boekkast hebt staan. Ik ga denk ik maar meteen lezen en hiermee aan de slag. En dan gaan we dat probleem hopelijk de komende tijd verhelpen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ben volgende week weer terug met een video. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan vooral een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Bijna wekelijks plaats ik op dit YouTube-account video's die met boeken te maken hebben. En ik zou het heel leuk vinden als je bij de abonnees voegt. Tot volgende week. Doei doei!